Nou ja, voorzitter, ik zat ook bij dat debat en ik herinner me ook een ander deel van het debat. En de minister heeft natuurlijk gelijk, de minister-president, dat het voor een groot deel ook terecht over corona gaat. Maar ja, het zijn wel de algemene politieke beschouwingen. Het gaat over de algemene staat van Nederland. En u heeft nu een 10 minuten ongeveer een inleiding gehad. Maar ik zou het ook graag willen hebben over wat 10 jaar Rutte nu voor Nederland heeft betekend. En u heeft daar, meneer de minister-president, in 10 jaar tijd een gigantische puinhoop van gemaakt. En ik snap dat u daar niet over wil beginnen, maar dat moet die Nederlander wel horen. U heeft, als het gaat om geld, mensen geld in een portemonnee beloofd. Ze wachten er nog steeds op, die 1000 euro. U heeft beloofd de immigratie te beperken. De grenzen staan wagenwijd open. Er komen iedere dag weer nieuwe immigranten binnen. U heeft beloofd om een Nederlands belang voorop te stellen. U heeft alleen maar geld uitgedeeld aan Europese landen. En tenslotte, u heeft beloofd Nederland veiliger te maken. Nou, Nederland is onveiliger dan ooit. Je kan niet 's avonds of in sommige wijken meer rondlopen zonder niet te worden overvallen. U heeft van Nederland in 10 jaar tijd een puinhoop gemaakt. En waarom zegt u daar niks over? Waarom vlucht u in het op zich natuurlijk belangrijke thema corona? En heeft u het niet over de algemene staat van het land waar Rutte 10 jaar lang een puinhoop van heeft gemaakt? De minister-president. Oké. Dat het spel is op te wagen. 10 jaar geleden, voorzitter, toen ik de eer had op een maand na om het te mogen overnemen en ik Geert Wilders aan mijn zijde wist als gedoogpartner in het eerste kabinet, stond Nederland er heel slecht voor. Dat was niet de schuld van het kabinet wat wij afwisselden. Dat had te maken met de grote economische crisis waar de wereld zich op dat moment in bevond. En waar ook het laatste kabinet Balkenende heeft geprobeerd gewetensvol een antwoord op te formuleren. De verkiezingsuitslag was wat die was. En we hebben gedurende die 10 jaar ontzettend hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zowel economisch als ook maatschappelijk. En dat heeft te maken met alle vraagstukken van hoe blijft Nederland Nederland. Vraagstukken rondom migratie. Vraagstukken rondom dat onze vrije democratische waarden hier in Nederland, dat die niet vanzelfsprekend zijn, dat die moeten worden verdedigd. Maar ook het vraagstuk van hoe houden wij onze samenleving bij elkaar. Een samenleving waarin mensen omzien naar de ander, waarin er een bezielend verband is. En er is vreselijk hard gewerkt om het land veilig te houden. En dat heeft ook te maken met onze positie in de wereld, dat wij niet een eiland zijn. We hebben hard gewerkt in die afgelopen jaren aan de positie van Nederland in die wereld, ingebed in sterke internationale structuren, wat voor een rijk klein land cruciaal is. Je kunt het niet alleen. En ik ga niet zeggen, voorzitter, dat alles perfect is. Zelfs niet voor corona. Dus ik ga je niet wijzen op de historisch lage werkloosheidscijfers, de historisch hoge werkgelegenheidscijfers. En ik ga zeker niet wijzen op de hoge economische groei, die vergelijkt met andere Europese landen en alle andere dingen die wel gelukt zijn. Want er zijn ook zeker dingen niet gelukt. Dat is absoluut waar. Maar ik zou toch menen dat met enige mildheid gekeken kan worden naar wat, en de heer Wilders heeft er zelf de eerste paar jaar een bijdrage aan geleverd, en ook de kabinetten daarna met de Partij van de Arbeid en veel steun uit de Kamer en nu deze coalitie van 4 partijen voor elkaar hebben gebracht. De heer Wilders. Nou, voorzitter, alles behalve mildheid. Waarom vraagt u steeds om mildheid? Of voor uw eigen collega Grapperhaus vraagt u om mildheid en genade. Nu vraagt u over uzelf om mildheid. U heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt. Nogmaals, laten we kort dat rijtje even aflopen. Die 1000 euro van de Nederlanders. Ze hebben niets gekregen. Volgend jaar een klein plusje en als je de lokale lasten erbij rekent, een dikke min. En u geeft miljarden aan de Italianen, aan de Fransen, aan de Duitsers. En die Nederlander, die zit nog steeds, als je gepensioneerd bent, wordt je pensioen gekort. Wat denkt u dat die pensionado's ervan vinden in Nederland? Dat u het wel in het buitenland geeft en hun laat bloeden. Kijken we naar immigratie. U heeft, dat was uw slogan in de VVD-verkiezingsprogramma zelfs, strenger voor immigratie. Er zijn nog 750.000 niet-westerse allochtonen bij een stad als Amsterdam bijgekomen. U zou het Nederlands belang voorop zetten. U bent een eurofiel geworden. U doet alleen maar wat mevrouw Merkel zegt. En tenslotte, voorzitter, als het gaat om die veiligheid. Ja, ik heb het gisteren al gezegd. U praat met Black Lives Matter. U praat met Kick-out Zwarte Piet. En die moeder van die dochter die iedere dag voor kankerhoor wordt uitgescholden door die Marokkanen. Wiens zoon de schoenen moet kussen van dat tuig die Marokkanen, die mensen het leven onzeker maakt. Die laat u totaal in de steek. En u heeft dus niets gepresteerd op die belangrijke terreinen. U bent de minister-president van de misleiding in een corrupt land. En daar komen we misschien nog later over te spreken, voorzitter. Maar kijk, de opening van, u lachte mij misschien gisteren uit, de opening van een ochtendkrant
in chocoladeletters: corruptie, lek, schokt politie. En dan heb ik het gisteren ineens over de politie gehad. Nederland is er met u, meneer de minister-president, in 10 jaar tijd zwaar op achteruit gegaan. En daar bent u de eerste verantwoordelijke voor. Ja, voorzitter, ons land heeft in de afgelopen 10 jaar natuurlijk grote vraagstukken het hoofd moeten bieden. We zijn geconfronteerd natuurlijk in de beginfase van die 10 jaar waarin ik premier mocht zijn, met de eerste kabinetten, met de naweeën van een hele grote economische crisis. Die hebben geleid tot diep ingrijpende maatregelen en hervormingen die noodzakelijk waren, maar ons uiteindelijk ook hebben gebracht tot zeer hoge economische groeicijfers en hoge werkgelegenheidscijfers. We zijn geconfronteerd met verschrikkelijke gebeurtenissen, zoals de verschrikkelijke gebeurtenissen met MH17. 298 mensen omgekomen, waarvan 196 Nederlanders. En dat is een vraagstuk wat mij en heel veel mensen nog steeds iedere dag bezighoudt. En waar we aan werken om dat tot een zo goed mogelijk einde van de nabestaanden te brengen. We kunnen niet hun geliefden terugbrengen, maar wel proberen alles aan te doen dat er gerechtigheid komt. We worden nu geconfronteerd met de coronacrisis, waar we als land gezamenlijk met 17 miljoen mensen het hoofd aan bieden. En wat ik bijzonder vind aan Nederland is dat een beetje het beeld van de Rotterdamse haven na de Tweede Wereldoorlog. Die was in een paar jaar tijd weer operationeel, die werkte weer. Maar wel scheldend en vloekend. Maar het is wel gelukt, en dat is ook Nederland. We hebben weinig respect voor hiërarchie, we zijn praktisch. Mark Rutte is gewoon Mark, Geert Wilders is Geert, en zo hoort het ook. Maar tegelijkertijd, als het nodig is, dan staan we er schouder aan schouder. Blijven we nog steeds kritisch, zo hoort dat ook. Dat is democratie. We staan wel schouder aan schouder, proberen we dingen op te lossen. Ik heb dat in de afgelopen half jaar meer dan ooit in die 10 jaar ervaren. En ik ben blij dat we de appel voor de dorst hebben opgebouwd in de jaren daarvoor, om de crisis nu ook het hoofd te kunnen bieden. Want er waren er ook die zeiden, besteed meer in de jaren daarvoor, maar dan hadden we niet de appel voor de dorst gehad die het nu zo hard nodig is om nu al die kosten te kunnen maken, om zoveel mogelijk banen via bedrijven overeind te houden. En bij de overheid ook. Dus daar ben ik blij om. Nee, niet alles is goed gegaan. Er zijn absoluut dingen ook niet goed gegaan. Als ik kijk naar het vluchtelingenvraagstuk, dan zie je dat het in Europa nog niet gelukt is dat er een gemeenschappelijke aanpak te komen. En dat zou je wel willen. Waardoor Nederland als rijk land nog steeds aantrekkelijk is voor mensen die binnen Europa doorreizen. Omdat het aan de buitengrenzen niet goed gaat. Wat wel gelukt is, is een afspraak maken met de Turken toen de grote groep Syrische vluchtelingen hier in 2015 en 2016 naartoe kwam. En men vooral koos voor Zweden, Nederland en in de eerste plaats voor Duitsland. Dus er zijn ook dingen wel gelukt, maar ook dingen niet gelukt, zeker. Maar al met al meen ik dat we met z'n allen, als niet mijn verdiensten, ook van Geert Wilders, van de Kamer, oppositie, coalitie, maar vooral van 17 miljoen Nederlanders, dat we met elkaar toch trots mogen zijn op een heel bijzonder sterk land, een trots land, met vrijheid van meningsuiting, een land waarin je mag houden van wie je wilt, met wie je trouwt, met wie je wilt, waarin we de waarden gezamenlijk verdedigen. Al die zaken maken wie we zijn. En dat Geert Wilders dit zo met mij kan bespreken, dat is een verworvenheid. Dat is onze democratie. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, we hebben een prachtig land. En we hebben geweldige mensen. We hebben alleen een vreselijke premier. We hebben een premier die er in 10 jaar tijd zijn beloftes niet is nagekomen. We hebben, en ik mag toch alsjeblieft na 10 jaar tijd, mag ik toch als leider van de grootste oppositiepartij, mag ik toch de premier afrekenen op wat hij heeft beloofd en hoe hij Nederland in die 10 jaar heeft achtergelaten. En Nederland is een onherkenbaar land geworden. Je kan niet hier de stad inlopen in Den Haag of je struikelt over de hoofddoekjes. De Schilderswijk, Kanaleneiland, we hebben problemen in onze wijken die u niet aanpakt. Ondertussen haalt hij er nog meer binnen vanuit Moria en andere delen van het land. U heeft Nederlanders die grote geldproblemen hebben. Miljoenen mensen met een pensioen die bang zijn of weten dat ze worden gekort. Ondertussen geeft u geld aan Italië en aan Spanje. U doet niet wat u heeft beloofd. U zou de grenzen sluiten, althans de immigratie beperken. Mensen zouden het in een koopkracht merken. U zou Nederland veiliger maken. Dat zou u allemaal doen. En u heeft het niet gedaan. En kom nou, hou nou op met die goedkope algemeenheden van dit is een mooi land en we doen het met elkaar. U moet er wat op afgerekend dat u 10 jaar lang heeft gefaald. En de mensen gaan kiezen, mevrouw de voorzitter. De mensen gaan stemmen volgend jaar maart. En u moet eerlijk verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat u de mensen heeft misleid. Dat u ze voor de gek heeft gehouden. Dat u van Nederland in 10 jaar tijd geen mooier land heeft gemaakt,
maar een land heeft gemaakt waar mensen moeilijker kunnen rondkomen, waar ze hun eigen straat, hun eigen cultuur niet meer herkennen, waar u Zwarte Piet voor de tram heeft gegooid, waar u de islam binnen heeft gehaald, waar u de ouderen pakt en de Italianen spekt. Nou, dat is niet het Nederland van de PVV en mensen hebben volgend jaar de kans om af te rekenen met 10 jaar puinhopen van Rutte. Voorzitter, wat ik mij heb voorgenomen toen ik de eer kreeg in 2010 om deze functie te mogen vervullen met dat kabinet en ook de kabinetten daarna, en dat is echt een rode draad, is in een crisis alle noodzakelijke maatregelen nemen om er uiteindelijk sterker uit te komen. Ik meen dat we, en dat is echt niet mijn verdienste, maar dat we er met z'n allen in geslaagd zijn om dit land, overheidsfinanciën, banen, koopkracht, pensioenen, aanpak van de klimaatproblemen, al die vraagstukken grote stappen vooruit te zetten. Waardoor wij nu in alle staatjes in de wereld, als het gaat om hoe gelukkig zijn we, onze innovatiekracht, onze concurrentiepositie, het aantal banen wat we hier hebben, ons groeivermogen, echt hoog in al die lijstjes staan. Heel veel landen in de wereld bewonderend naar Nederland kijken. Niet door mij, niet door de heer Wilders, maar door 70 miljoen Nederlanders. Ik was er trots op in die fase meeleiding te mogen geven aan dat proces. En er hoort ook bij verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent ook in moeilijke omstandigheden niet weglopen, maar blijven zitten. Verantwoordelijkheid blijven voortzetten. En ik was er trots op dat de kiezer mij die gelegenheid ook heeft geboden in die afgelopen 10 jaar. En hoe het verder gaat met mij, mijn partij, dat zullen we allemaal zien. Wat ik persoonlijk ga doen, moet ik nog beslissen. En wat ik dan ook beslis, mijn partij moet er ook nog iets van vinden. Als ik zou willen doorgaan, als ik niet wil doorgaan, moeten ze een ander vinden. Maar dat zien we wel. Vandaag gaat het niet over de verkiezingen van maart volgend jaar. In Nederland, buiten deze zaal, meneer Wilders, mevrouw de voorzitter tegen de Wilders, zijn heel weinig mensen met de verkiezingen bezig. Mensen zijn bezig met de dingen waar ze zich nu grote zorgen over maken. Heb ik straks nog een baan? Hoe zit het met de baan van mijn kinderen? De veiligheid internationaal in een instabiele wereld? Blijft Nederland Nederland ook in deze moeilijke fase? Dat zijn grote vraagstukken waar mensen mee bezig zijn. Niet met verkiezingen, mevrouw de voorzitter. Dus ook daarvan zou ik tegen de Wilders willen zeggen, dat is heel haars. Volgens mij gaat het nu om het land en niet om onszelf.